Hoi allemaal en welkom weer bij je nieuwe video. We gaan het weer hebben over korte en lange klanken. En we gaan ook een stukje rijmen. Je kan de oefeningen vinden op bladzijde 42. Maar we gaan eerst weer even wat herhalen. Dit hebben jullie al een keer gehad, maar is het een O of is het een O? Als voorbeeld, ik pak een kop koffie. Hoort dus. Of ik koop een kop koffie. Koop, lang. Kort. Hetzelfde heb je met de E of de E. Ik pak een pen. Pen. Of ik eet een peen. Pen, peen. Of op de A of de A. Hij is een man. De maan is mooi. Man, maan. Ik zit op de WIP. Ik heb vakantie. WIP. En dan hier staat de i vakantie. En is dan de laatste van de klinkers. De mug is vervelend. De muur is klein. Mug, muur. Dat waren even de klanken van nu. We gaan ook een stukje met elkaar rijmen. Ik ga de zin voorlezen. En als eerst moet je even nadenken, wat hoor ik als het gaat om de klinker? Is het een O of een O of een R of een E? Een A of een A? Een U of een U of een E of een I? Ik ga de zin voorlezen. Luister goed. Jan van Dek zit op het hek. Jan van Dek zit op het hek. Wat hoor je? Het is de E. Maar wat moet dan hier staan? Jan van Dek zit op het hek. Een dek met een D. En hier hek. Piet Duur komt pas om 6 uur. Piet Duur komt pas om 6 uur. Welke klank hoor je? Het is de U. Piet Duur komt pas om 6 uur. Zo schrijf het helemaal. Duur, uur. Alleen de D is anders. Maar je zoals je ziet... De betekenis is heel anders. Greet Roos is erg boos. Greet Roos is erg boos. Denk even na. Dat is de O. Greet Roos is erg boos. Roos, boos. Volgende. Jaap Reel neemt een pil. Jaap Reel neemt een pil. Welke klank hoor je? E. Jaap Reel neemt een pil. Reel, ja, je reelt van de kou. En dit is een pil, bijvoorbeeld de paracetamol. Dan gaan we naar de laatste. Toos Weeg snoept van het deeg. Toos Weeg snoept van het deeg. Een E. Zo schrijf ik het helemaal. Toos Weeg snoept van het deeg. Dat waren ze. We hebben dus de verschillende klinkers weer gezien. Hè? O, O, A, A, E, U, E, E, E of I. En ook een stukje gerijmd waarin je goed moest luisteren naar wat hoor ik nou precies. Je mag de oefeningen maken. Bladzijde 42 van je boekje Spelling in de Lift. En als je vragen hebt, stuur me even een WhatsAppje of bel me. En voor de rest, heel veel succes. Tot de volgende keer.